Leo, natuurlijk in het blauw en wit tegen Smilde 94. Twee ploegen die dus goed begonnen zijn aan de competitie. En vorige week hun eerste puntenverlies leden. Dit is een enorme kans, zeg. Nou ja, kans. Ik had hem al geteld. Las Uyneken, die nu diep gestuurd wordt door Patrick van Vilstrum. De voorzet is goed. En hier staat Alfred Oldenhuizing. En via doelman Jan Dekker gaat de bal over de goal bij Smilde 94. Smilde 94 met een spits die nog maar 3 maanden op voetbal zit. Ja, dit is een kolderiek moment. Het is Maarten Hottinga. Zit bij Defensie, speelde 14 jaar honkbal. Tja, dit doet even pijn. Smilde 94, vorige week onderuit bij Wijster met 2-1 en Leo leed puntenverlies op bezoek bij Havelte, waar het 2-2 werd. Maar dit is weer Leo. Er wordt gefloten voor buitenspel. Dat niet was. En daarvoor al voor een overtreding. Vandaar deze vrije bal. En dit is wel fraai, zeg. Alfred Oldenhuizing met de 1-0 voor Leo. Schitterende vrije bal. En Smilde 94 verdient op achterstand. De ploeg mist maar liefst 5 basisspelers. En als Jan Dekker dit gaat doen, ja, dan wordt het helemaal een moeilijk verhaal voor Smilde 94. Torsten van Dalen profiteert. Maar dit is natuurlijk niet best, Jan Dekker. Smilde 94. Ah, dit is goed. Van de man die nog maar 3 maanden op voetbal zit. Maarten Hottinga. Hottinga met de voorzet. En wat is dit, zeg? Ongelooflijk. Het is gewoon 2-1. Doelpuntenmaker Stefan Klok. En keeper Kromdijk van Leo. Had dit niet anders gekund. 2-1. Ook de ruststand. En Smilde 94 gelooft er dan weer in. En krijgt al heel vroeg in de tweede helft de kans op de gelijkmaker. Opnieuw is het Stefan Klok. Wat een pech voor hem. Leo begon goed, maar is het raad een beetje kwijtgeraakt na die eerste 20 minuten. Nu dan wel weer de formatie in het blauw. Oldenhuizing. En ditmaal wel Dekker met de redding. Maar de corner blijft er natuurlijk wel staan. En dan is het daar toch de 3-1. Las Uyneken nu wel. En hij is fraai. Maar wat slecht verdedigd bij Smilde. En waarom staat daar geen mannetje bij de eerste paal? Weer Leo. Met de invaller. Ruben Doornkamp. En die wordt aan zijn shirtje getrokken. Door Jaap Blomberg. De penalty is terecht. En de penalty wordt feilloos benut. Door Maarten Schepers. Zijn 3e van dit seizoen. 4-1, wedstrijd beslist. Maar nog wel 1 goal. Maar die wil Kasper Hoving vast heel snel vergeten. Leo wint en doet mee in de top van de 4e klasse B. Ja, ik denk dat Steenwijk Boys en ook Gomas zijn clubs die misschien toch een stapje verder zijn als Leo. Maar ja, dan gaan we voor die eerste 4 plekjes en dat moet wel kunnen. Medekoploper Steenwijker Boys weet te winnen van Nieuw-Rode met 4-1. Wijster wint opnieuw. Gomos haalt uit. En Leo won dus van Smilde 94. Dit is de stand. 2 ploegen met 13 uit 5. Gomos kan daar nog naast komen. En nog puntloos zijn Houdewijk en Zevenhuizen.